Sugar Kane, ook wel bekend als Red Light Boogie, was een van de eerste rappers die succes boekte in Nederland. Deze pionier heeft een interessante carrière achter de rug en stond aan het begin van veel ontwikkelingen binnen hip-hop. Hij speelde in films. Bouw en niet sjaal en gozer. Ik ken het systeem toch? Emigreerde naar New York voor zijn muziek en nog veel meer. Hoe gaat het met je? Lekker man, hoe is het met jou? Ja, relaxed, relaxed. Top. Het is alweer een tijd geleden dat je muziek uitbracht. Ben je nog bezig met je muziek? Gelukkig wel. Ja? Ja. Ja? Want ik word er heel erg blij van. Ja. En voor mezelf voel ik me weer gewoon geroepen om weer gewoon lekker bezig te zijn met muziek. Nam wel eventjes wat tijd in beslag, want al de jongens waar ik voorheen muziek mee maakte, die zijn er niet meer. Of die zijn met andere dingen bezig. Of die maken niet wat ik wil horen. Dus het was voor mij weer een soort van reorganisatie waar ik me op moest gaan concentreren om weer een nieuwe Team Kane om me heen te bouwen. En lukt dat een beetje? Gelukkig wel. Ja? Dus we zijn weer zo ver. Dus we zitten gewoon weer volop in het uitwisselen van beats. En ik ben weer aan het brainstormen over topics. En ben weer aan het schrijven, aan het opnemen. Dus zodra ik zo ver ben, zal ik de eerste zijn die ik het jullie laat weten. Ja, toch. En je bent bezig met de topics. Ga je ook andere topics aansnijden dan wat we gewend van je zijn? Of blijven het nog steeds gewoon die goddess stories uit Amsterdam? Ik denk dat het een combinatie zal zijn. Omdat ja, ik als persoon ben natuurlijk ook gegroeid. Ja. En dan gaan automatisch ook de teksten meegroeien. Je kan nooit niet blijven hangen op hetzelfde niveau natuurlijk. Nee. Je moet gewoon door blijven gaan. Tuurlijk. Je moet mee ontwikkelen en je moet natuurlijk ook je luisteraar gewoon meenemen in dat groeiproces van jezelf. Ja. En vorig jaar heb je een heleboel van je oude materiaal op YouTube gegooid. Uh-huh. Waarom besloot je om al je oude dingen op YouTube te zetten? Dat was eigenlijk ook het moment dat ik weer had besloten om echt actief in de muziekbranche weer mijn herintree te maken. Ja. En toen dacht ik bij mezelf, okay, cool. Maar er zijn zoveel mensen die gewoon niet weten wat ik heb gedaan. Dus ik dacht van, weet je wat? Ik kijk naar al mijn footage, al mijn content, als een soort van digitale cv. En laat me maar dat gewoon uitspreiden over mijn eigen YouTube-channel en Instagram. Zodat mensen even een kleine piek kunnen checken gewoon van, hé, wat heeft hij gedaan allemaal? Ja, het is echt een soort, bijna een soort museum, want tuurlijk. Er zit materiaal uit de jaren 80, ja. Jaren 90, ja. Begin 2000. Je krijgt echt een kijkje in jouw wereld. Zo belangrijk ook. Want kijk, op het moment dat bijvoorbeeld mensen jou benaderen en ze hebben een klein beetje hun huiswerk gedaan, dan weet ze tenminste met wie ze praten. En er zijn zoveel andere rappers rondom mij heen, ook uit die tijdsgeest. Die hebben zulke mooie dingen gedaan. Zulke toffe dingen, legendarische dingen. Die gewoon bepalend zijn eigenlijk voor de dag van vandaag, hoe hiphop nu eruit ziet. Mm-hmm. En die hebben dat gewoon, ja, die hebben die footage niet meer. Of die hebben het wel, maar die hebben het nooit naar buiten gebracht. En het is gewoon zonde, want het vertelt wel een stukje geschiedenis die, waar we trots op kunnen zijn met z'n allen. En wat gewoon hard, echt nodig ook is voor ons om te weten. You can't imagine rapping Amsterdam City without them. Too official to stay in the hood forever. Welcome again, rap like boogie now or never. Back to the front of the line. Sorry I took so long on my other grind. Just this rap grind slow some of the time. And I got money on my mind all the time. Maar het is ook een beetje, denk ik, omdat dit allemaal gebeurde voor het internet. Dat je niet die documentatie per se weer hebt. Nou, het internet bestaat al een tijdje. Dus we hadden het wel al eerder kunnen doen. Maar het is er gewoon niet van gekomen. Ik denk, voor mij, als ik dan voor mezelf mag spreken. Ik zag de noodzaak ervan nog niet zo in. Ja. Weet je, ik was met hele andere dingen bezig. Maar gaande tijd heb ik wel echt gewoon begrepen van, hey, vooral omdat ik ook bezig ben met filmproducties. En mezelf te ontwikkelen en, ja, te uiten als scenarist. En dan kom ik soms binnen bij mensen en die vragen dan, goh, weet je, wie ben je eigenlijk? Ja, ik rapte vroeger, bla bla bla.
oh, nou, ik had je nog gegoogeld, maar ik kon eigenlijk heel weinig vinden over jou, weet je? Ja. En toen dacht ik bij mezelf, hé, wacht even, dat gaan we even niet laten gebeuren. Dus ik ga even alles goed samen compressen. Het opnieuw inpakken in een interessant jasje. En ik ga het gewoon naar buiten brengen. Ja. Als zijn een soort van digitale cv van Sugarcane. Ja, het is heel dope. Zitten hele oude interviewers ook in. Voor mij was het heel interessant om dat de media, want nu werk ik zelf in de media, maar dat media was ook heel anders. Die wisten ook niet hoe ze met jou, met een figuur als jou om moesten gaan. Niet alleen met een figuur zoals mij, maar gewoon met hip-hop. Period. Nee, precies. Weet je, het was gewoon omdat hip-hop zo een straatcultuur was. Ja, en er was nog wel een hele erge ontkenning, denk ik, van die straatcultuur in de Nederlandse media. Klopt, dus men wist natuurlijk dan ook niet van hoe moet ze met een straatpersoon gaan praten. Ja. Krijg je van die hele voorzichtige vragen en zo. En ze hebben zelf hun huiswerk toch ook niet echt goed gedaan. Nee, want het was soms ronduit beledigend gewoon met yo-yo. Ja. Het ging heel ver. Ja. Jij maakt hip-hop muziek? Rapmuziek. Rapmuziek. Hip-hop is de cultuur. Hip-hop is de cultuur. Waarom doen mensen altijd, dat deed je net ook, you know, what's up? Dat zeg je er altijd tussendoor. Straatcommunicatie is dat. Ja, en waar is dat ontstaan? Op de straat dus. Ja, dat... Nee, dat snap ik, maar... Waar is dat in... Sorry, in Amerika is dat ontstaan. Was dat een cultuur in de ghetto's? Of was dat een... werd daar een soort met communicatie... was dat een soort code die is afgesproken? Ja, het is eigenlijk een slang. Die ontstaan is gewoon in Amerika eigenlijk. En het is overgewaaid hier naar Europa. Op het moment dat rap daar groot werd. Mm-hmm. En dat het hier naartoe kwam. Ja, hoezo? Want de hip-hop in Amerika, de rap in Amerika is hartstikke populair. Klopt. Maar in Europa valt het nog wel mee, toch? Nou, dat is niet zo. Oh. Rap is best wel populair hier, maar meer in de ondergrondcircuit. Het was toen al, maar het is nu eigenlijk ook nog zo. Hè? Dat komt ook nog heel vaak voor. Te vaak eigenlijk. Oh ja. Dat mensen gewoon op bepaalde key position zich bevindt en dan gewoon toch niet weten hoe ze zich moeten communiceren en om moeten gaan met de artiest of met hip-hop. Ja. Ja, dat vind ik ook wel jammer. Ja, dat is denk ik ook omdat er nog een bepaalde groep op tv is die nog uit dat oude tijdperk stammen. Ik denk dat de diversiteit op een YouTube bijvoorbeeld, waar de jongeren op media maken en kijken, daar is het al veel meer, zeg maar, cohesie. Veel meer samenwerking. Dat is denk ik wel een switch. Ja, ik denk dat mensen soms wat enthousiaster zijn om bepaalde posities aan te nemen zonder daarbij te kijken of ze al vakbekwaam genoeg zijn om die positie in te kunnen nemen. Ja. Ik denk dat eerder het geval is. Ja, maar dat doen mensen sowieso. Je wil altijd de hoogst haalbare eruit halen, toch? Ja. Nou, tof. Hey, betekent het ook, want je hebt al die dingen online gezet, betekent dat ook dat je alles in eigen beheer hebt gedaan ooit? Altijd. Huh? Het enige wat ik niet in eigen beheer heb gedaan, was mijn allereerste single. Let Them Know. It's Dr. Really Feel Good, a.k.a. Sugar Cane. True heads in the game, know the damn name. I've been through hell with a pencil gasoline. Now I'm blowing up the scene, making mad cream and live my dream. But never lose my head when I'm in time. For money, sex and drugs make the world go round. I keeps my nine on my hip clip, loaded to the tip. Quick to lay down, the weapon start to flip. Die kwam uit bij Supreme Slice. Top notch. Ah, okay, dat... Top Notch Case was toen destijds samen gefuseerd met Dennis Polak. En hun hadden samen het label Supreme Slice. En eigenlijk kwam ik via Supreme Slice uit. Maar er kwam een soort van een soort label erbij, dus Case. En dat is samen gaan fuseren met Supreme Slice onder de vlag van Mercury. Zo ben ik uitgekomen met mijn eerste single. Ja. Ik was de eerste Engelstalige rapartiest bij Top Notch. En ik ben eigenlijk ook heel snel na mijn eerste single eigenlijk vertrokken daar. Niet omdat ik het niet kon vinden met Kees, want ik kon het heel goed vinden met Kees. Hele intelligente man ook. Was journalist. Ja. Kende ik al voordat hij het label had opgericht. Maar in die tijdsgeest bevonden wij de rappers, Engelstalige rappers toen in die tijd, ons in een heel belangrijk stadium, artistiek.
we stonden gewoon echt op de springplank om die grote stap te kunnen maken, verantwoordelijk, naar de States. Ja, dus internationaal. Ja. En ondanks dat Kees via File 65 met Tutu All en DJ Know How heel veel Amerikaanse gasten te gast kreeg, en hij daardoor contacten maakte en legde met mensen die wel iets zouden kunnen betekenen bij het releasen van muziek, was hij jammer genoeg toch niet zo dusdanig in staat om ons te kunnen lanceren internationaal. Maar wij hadden dat wel echt nodig. Ja, en die ambitie was er ook. De Rowdy, die was klaar. Unique, die was klaar. Evil Sun, Sunny D, die was klaar. Eli was klaar. Postman was klaar. Cousin Steve was klaar. Sugar Cane was klaar. Ja. We rapten met Wu-Tang Clan, met Old Dirty Bastard. Mensen gaven onze respect en props voor onze skills. Ja. Wij waren klaar. Dus ik zat eigenlijk te wachten van oké, we hebben nu die single gedaan. Oké, dope. En het kreeg exposure, vooral in die tijd. Als je toen op TMF kwam, was je eigenlijk al de volksheld. Je hoefde niet eens in de charge te komen. Je was gewoon al de volksheld. Je was al te zien op TMF. Want ik was te zien op TMF. En ik kan me nog heugen ook. Is dat radiostationen die draaiden het. Ik werd gebootlegd zelfs door Clubtrax. En Clubtrax is zeg maar een illegale compilatie-cd. Die allerlei dope joints pakte. En een soort van verzamel-cd daarvan maakte. En dat dan distribueerde, verkocht op straat. En deze gasten hadden gewoon meer bereik dan welke artiest in Nederland dan ook met zijn sales. Ja. Deze gasten verkochten zoveel. Dus als jij daarop werd geplaatst, gecompileerd zeg maar, bereikte je zoveel mensen. Je was gewoon binnen een week was je eigenlijk al de volksheld. Maar konden mensen dan, omdat het vooral auditief was, meer dan visueel, konden mensen plaatsen dat jij dan diegene was die op zo'n compilatie tape stond? Nou, door de clip op TMF hadden ze het gezicht erbij. Ja, oké, ja. En vergis je niet. Kijk, bijvoorbeeld nu heb je een song en je drukt op die button en je bereikt zoveel mensen in één keer. Maar vroeger was het anders. Vroeger trad je gewoon echt op. En je trad niet elk weekend op. Misschien één keer in de maand of twee keer in de maand. Maar mensen vanuit Amsterdam kwamen echt naar jouw show kijken in Friesland als je daar moest optreden. Ja. En mensen van Friesland kwamen echt naar jou kijken als je in Maastricht moest optreden. Dus het publiek leerde eigenlijk jouw nummer kennen door middel van steeds naar jouw live shows te komen. En zo leren ze ook het refreintje uit hun hoofd. Ja. Lauw, hè? Ja, hoeveel passie moet je daar wel niet hebben? Hè? Ja, dan moet je echt naar zie je gewoon jezelf nu op de trein springen om naar een optreden te gaan kijken van niet. MC Biggie Boy bijvoorbeeld. En hij moet optreden in Heerlen. Ik vind MC Biggie Boy niet zo hard, maar nee, maar ik noem zomaar de naam, hè? Ja, hij bestaat ook niet echt, toch? Nee. Oké. Vroeger was het dus wel zo. We volgden en ook de artiesten kwamen elkaar checken gewoon. Je weet toch? Dus vandaar dat er een soort van controle was van een bepaalde groep die ook een bepaalde kwaliteitseis had. Mm-hmm. En dan zaten natuurlijk een paar badmans natuurlijk tussen. Dus als jij wack was, kreeg je echt een bierflesje naar je kop gesmeten. Of een barkruk. Of je wordt van het podium afgerukt. Ja, zo ging het. Maar dat was dus die tijdgeest dus toen. Dus, maar dat was dus, want je sprak over mijn eigen beheer. Ja. En dat ik al mijn eerste single had dus bij Top Notch. En dat eigenlijk doordat de kans op een internationale doorstroming eigenlijk gewoon niet daar bestond. En toen heb ik besloten om weg te gaan bij Kees. Gewoon vriendschappelijk, niks aan de hand. En we hebben erover gesproken. En hij zei nog van, als je nog bedenkt, weet je, wil ik je graag terugzien, weet je. En omdat we gewoon een goede band met elkaar hadden. En vanaf dat moment ben ik Now and Never Records gaan opzetten. Ja, en dat is je eigen label. Dat is mijn eigen label. Ja. En die is er tot nu toe. En op dat label, via dat label, heb ik heel veel internationale artiesten kunnen laten featuren. Op Sugar Cane.
mij als artiest gesigned bij mijn eigen label. Ja, dus, maar dat, want dat viel me op in die podcast van Hef, die laatste. Wordt er ook al gezegd dat jij de eerste rapper van Nederland bent die een dikke wakkie reed. Je reed in een Escalade, je reed in een Hummer, in een Bentley. Was je de eerste succesvolle onafhankelijke rapper van Nederland, denk je? Ik weet zeker veel van wel. Ja. Ja. Heeft iemand het ooit gedaan zoals jij het hebt gedaan, denk je? Onafhankelijk? Ik had het iedereen gegund. Maar ik moet je helaas de waarheid vertellen. Ik heb het nog niet gezien. Nee. Want hoe komt dat dat jij in die tijd al eigenlijk bigger than life was als je het vergeleek met je peers? Ik ben heel erg gedreven. Altijd geweest. En ik denk dat door die vechtlustigheid die ik ken in mijn hart, heb ik me op die manier weten te onderscheiden van de rest. Weet je, ik heb heel veel uren heb ik erop zitten. Heel veel penuren heb ik erop zitten. Heel veel freestyle sessions of pogingen tot freestyle sessions. Ik heb zo hard gewerkt als geen ander. Ik was er de hele dag, elke dag mee bezig. En ik was niet bang. Dus kwamen er bijvoorbeeld Amerikanen bij Villa 65 of zo. En er kwam een freestyle session, zeg maar. En die DJ begon die plaat gewoon te draaien. Sprong ik op die Amerikanen om ze te battelen. Ja, was gewoon ready. Want ik was gewoon niet bang. En niet onder de indruk. Ik was mentaal heel sterk. Ik wil niet zeggen nog steeds, want I'm humbled. Maar in die tijdsgeest kende ik gewoon geen angst. En ik ging gewoon plank gas. En ik denk dat dat wel heeft bijgedragen tot een bepaald niveau op een gegeven moment. Ja. Want ik heb altijd ook iedereen erbij betrokken. Als je gewoon goed naar mijn resume gaat checken, dan zie je gewoon dat mijn eerste release een killer tape, en dan betrek ik Deems, ik betrek MD, ik betrek Rowdy, ik betrek Unique, ik betrek Evil Sun, Postman deed de producties. En dan je Can't Fool Mine komt dan uit, independently. En ik betrek iedereen er ook weer bij. Ja. Ik heb altijd steeds mensen betrokken bij mijn movement, altijd. En dan was het weer QF, en dan weer Pimperclaws, dan weer Big Mike, en dan Cinnamon, en Most Official. Ja. Ik heb altijd iedereen betrokken bij een movement. Ik moest altijd die kar sparren voor mijn gevoel, omdat anders zou het niet gebeuren. Want los van mij is het niet gebeurd. Een soort natuurlijk leiderschap? Oh no, zo klinkt het. Ja, ik kan niet zeggen. Nee, je wil bescheiden blijven. Ja. Maar wat ook opvalt in zeg maar al je interviews is een soort die passie voor hiphop. Want wat betekent die hiphopcultuur voor je? Ik ben hiphop. Ja. Dus hoe kan je niet passionate about yourself zijn? Hoe kan je niet van jezelf houden? Ja, maar je hebt het ook heel erg met culture-wise, met zuilen en met. Ik heb je in interviews wel eens horen uitleggen over hiphop. Je bent ook een preacher en ergens een. Je wil wel dat mensen respect hebben voor deze cultuur. Oh, zeer zeker. En omdat ik de waarde ervan ken. En wat is die waarde volgens jou? Bijvoorbeeld, ik ga een voorbeeld geven. Kijk, de ouders van mijn generatie zijn allemaal mensen geweest die opgroeiden in een moeilijke tijd. De jaren 60, jaren 70 was een moeilijke tijd, vooral voor gekleurde mensen. Racisme, discriminatie was echt op een heel hoog niveau. Kijk, als je gewoon al nagaat dat eergisteren, of een paar dagen geleden, Malcolm X, 55 jaar pas geleden, werd geliquideerd, zeg maar. Is niet zo echt gek lang geleden of zo. Nee. Dus dit is wel in de tijdsgeest van mijn ouders, weet je. Mijn broers, zussen komen uit die tijdsgeest, die waren toen geboren. Dus het vuur van de revolutie, het knokken tegen onderdrukking en onrechtvaardigheid, die bezieling die leefde heel erg intens in die tijdsgeest. En ik ben een 70s baby. Ja. Dus ik ben opgegroeid in zo'n environment. Ja. Bepaalde nummers, bepaalde sound is ontstaan uit zo'n situatie van onderdrukking, onrechtvaardigheid, aanval op de mensheid, zeg maar. En die klanken zijn eigenlijk later, in een later stadium,
de samples geweest die wij gebruikten in onze hip-hop nummers. Ja, de jazz en de soul. Snap je? Ja. Dus James Brown natuurlijk, niet te vergeten. The Godfather of hip-hop eigenlijk. En de Adlib King. Dus dat. En al deze elementen, al deze ingrediënten, zeg maar, kon je terug horen in onze beats. Dus onze beats hadden een lading, een bezieling van een tijdsgeest die heel veelzeggend was. Ja. Dus met de juiste toon en de juiste content kon je de perfecte aanvulling geven. En daarom ook hielden onze ouders ook van hip-hop. Omdat het een Dat is een nieuw Black Chapter of zo? Het was een nieuwe vorm van hun eigen jeugd. Ja, oh zo, ja. En van hun eigen struggle. Nu de dag vandaag verwarren mensen rappen over dancehall beats met hip-hop. Maar het is geen hip-hop. Nee, dus voor jou is wel die scheiding dat hip-hop moet die kern van die... Het is niet moed, het is gewoon een feit. Ja, oké. Okay, als jij over reggae beats, boblin beats, dancehall beats gaat rappen, je rapt wel, maar de tune is geen hip-hop. Nee. Het is gewoon een gezellig nummertje. Dancehall. Maar het is geen hip-hop. Don't get it twisted. Hip-hop is toch wat anders? Ja. Hip-hop beats is heel wat anders. Ik zeg niet dat het niet tof is, wat er nu gebeurt. Ik vind het heel tof. Don't get me wrong. Maar het is geen hip-hop. Nee. We moeten niet gaan rappen over dancehall beats en dan zeggen, hey, dit is dope hip-hop. Nee. Maar wat vind je dan ervan dat... ik denk dat deze consensus, wat je nu zegt, dat bij heel veel mensen wel leeft. Van oké, okay, er zit een verschil tussen hip-hop en rap op een pokoe. Maar ik denk, wat mij altijd opvalt als er awardshows zijn en zo, deze mensen krijgen wel altijd de hip-hopprijs. Ook de dancehall tunes. Is dat niet meer een institutioneel probleem dan dat het een cultureel probleem is? Ook, beide. Kijk, nogmaals, ik verwijt niks en niemand. Nee. En ik ben totaal niet boos op iemand of totaal niet teleurgesteld in een systeem of whatsoever. Ik ben niet bitter, ik ben, weet je, verbeterd. Ja. Weet je? Maar ik persoonlijk vind wel dat er iets niet klopt als er over dancehall beats wordt gerapt en dan dat er dan gezegd wordt, dit is hiphop. Ja. Dat kan de artiest niet claimen. En degene die, zeg maar, de structuur heeft gebouwd binnen deze media, kan dat ook niet zeggen. Dan weet je ook eigenlijk niet wat je aan het doen bent. Nee. Dus dat is mijn persoonlijke mening. Ja. Wil niet zeggen dat ik het niet kan waarderen, want ik waardeer het enorm. Ja, die jongens maken toch dope tracks, man. Zeker. Ik denk altijd bijna dat het een soort ding is dat bijna de popsterren die donker zijn nog in die hip-hop categorie worden geschoven. Ik heb bijna, maar dat is misschien ook persoonlijk dat ik ghosts zie, maar ik heb al bijna het idee dat, want die focus waar jij nu over hebt, dat doet mij denken aan pop. Gewoon goede nummers, populair onder de jeugd. Heeft alle popfacetten, maar toch wordt het altijd gecategoriseerd als hip-hop wanneer een donker persoon het doet. Ja. Wat ik wel zie, is dat, dat de game wel op verschillende lagen wordt gekoloniseerd. Zakelijk, maar ook qua geluid. Weet je? Vroeger was de hip-hop cultuur all black. Mm-hmm. Ook hier in Nederland. Pas midden, begin 90er jaren. Ja, toen hadden we de Extints en de Brainpowers. Toen kwamen meerdere, zeg maar, verschillende groepen, zeg maar, hip-hop binnentreden. Niks mis mee. Moet ook. Want dat is de evolutie die hip-hop moet doorstaan. Want het is toch peace, unity, love and having fun. Dat is de basisregel vanuit de Zulu Nation, Afrika Bambaataa. Dus we moeten sowieso het met z'n allen doen. Want we leven in een multiculturele samenleving. Dus we moeten met z'n allen blenden. Mm-hmm. Dus het is heel goed juist dat hip-hop meerdere etnische groepen ging aantrekken. Maar op een gegeven moment, iedereen komt met zijn eigen cultuur ook. En zijn eigen smaak en verlangens. En mengt dan dus dan met hip-hop. En dan krijg je tracks die we de dag van vandaag horen. En daar moeten we niet boos over zijn. Dat moeten we gewoon waarderen en respecteren. Dat ook andere invloeden ook hun eigen manier van uiten hebben. Ja.
Ja, dus het is eigenlijk meer een potpourri nu geworden. Juist. Van dat het is niet erg, maar laten we elkaar niet gaan beledigen. Ga niet tegen mij zeggen, ik ben oud. Nee. Ga niet tegen die boys zeggen die nog boombap doen van... ja, dat is played out of zo. Doe dat nou niet. Want deze jongens zijn wel de fundering en de evolutie geweest... waarom jij klinkt hoe jij klinkt. Ja, het is wel de basis. Niet alleen de basis, ze zijn verantwoordelijk voor hoe jij klinkt. Want hun hebben al deze fases meegemaakt. Hun hebben die blueprint aan jou getoond. Ja. En jij bent er verder op gaan borduren. En dat je nu je centjes maakt, hé, tof voor jou... Maar ga dan niet de mensen, die, weet toch, die voor jou zijn geweest... dan een soort van ontkennen of negeren of een soort van afsnauwen. Dat vind ik wel minder. En ook over, want in de jaren 80 heeft hip-hop jou bereikt, zeg maar, als cultuur. Hoe ging dat dan? Want tegenwoordig, muziek bereikt je voornamelijk via het internet. Hoe kwam hip-hop in jouw leven? Dat gaf ik al eigenlijk net aan. Kijk, in de jaren 60, 70, dat de ouders ons kregen, zeg maar... die eerste generatie van hip-hop, Wij groeiden op met James Brown. Ja, oké. Okay, dus het is toch echt met Sugar Hill Gang. Dus wij, ja. Je wist gewoon niet beter. Je weet gewoon niet beter. En dan zou je denken, ja, oké, okay, wat hebben die mensen dan in New York in gemeen met die donkere mensen hier? Nou, misschien because we both black. Yeah. Je weet toch? En het is een hele natuurlijke beweging. Ik bedoel, New York vergeleken de afstand. Dus de afstand van New York naar Amsterdam is dezelfde afstand van New York naar Californië. Ja. Dus wat gaan die mensen dan in Cali dan zeggen van... oké, wij doen New York nou of zo, we zijn wannabes? Nee. Dus wij zeggen dat ook niet. We stuiten toen in die tijdsgeest op dezelfde problematiek. Ja. Weet je, dus het was een hele natuurlijke beweging dat we allemaal... Als je al gaat kijken naar Jackson 5 al, hoe hun al die robotdans al deden... dat daar dan later dan Electric Boogie komt te ontstaan. Dat is een logische beweging. Ja. Weet je, dus alles voor ons was logisch in die tijd. Dus het is niet zo van... Jij toch bijvoorbeeld als ik een Turkse jongen zou interviewen of een Marokkaanse jongen van hey, hoe is hiphop in jouw leven gekomen? Ja, voor hem is het, weet je, voor hem is het de andere weg, andere route. Maar voor ons was het gewoon een natuurlijk proces. Life, gewoon, ja. En als je ouders ook dat luisteren. En, heel natuurlijk, ja, natuurlijk. Ja, dan komt het gewoon in je leven. Wat denk je wat het grootste verschil tussen de mentaliteit van rappers van nu en rappers van toen is? Ik vind persoonlijk dat heel veel rappers van nu... Ik vind ze top eigenlijk. Ik vind dat de rappers van nu zijn heel goed ontwikkeld, man. Dat moet ik wel even meegeven. Vaker, beter... op technisch vlak dan de oudere generatie. Die zijn wat lomper, zeg maar. Maar deze jongeren van nu weten heel goed met hun stem om te gaan. Die lopen te switchen, jongen, met hun stem. En met stijlen. Ja. Er zijn die 100 man. Maar positief, hè, bedoeld. Ja, het gaat, weet je? Technisch zijn ze heel tof onderbouwd. Ze kunnen heel veel met hun stem. Ze doen meer met hun stem in verhouding met de rappers van vroeger. Ja. Maar... De rappers van vroeger deden meer met het verhaal misschien. En met het gevoel. Content. Alleen de content vroeger was zwaarder belast, zeg maar. Met dieptegang. Niet zeggen dat het nu niet meer gebeurt. Gebeurt ook nog wel, maar minder. Ja. En... De rappers van vroeger hadden een heel sterke politieke mening. En nu de dag vandaag heb ik een beetje het idee dat iedereen gewoon uurtje factuurtje is. En heel erg vriendelijk. En heel erg politiek correct. Ja. En heel bang zijn om hun eigen ruiten niet in te gooien. En daarom dus bepaalde dingen niet durven te zeggen. En dat is geen hiphop meer. Maar dat is, ik denk dat je wel daar een spijker op de kop slaat. Want ik denk wel dat tegenwoordig... Ze zullen politiek wel nadenken, maar ze zullen politiek niet een standpunt innemen... omdat dat mensen misschien kan beledigen of ze willen geen volgers kwijtraken. Of... Ik plaats zelfs twijfels bij het nadenken erover zelfs. Ja, misschien ook niet. Misschien is het gewoon... Dat weet ik niet, maar dat het niet meer een onderwerp om over te rappen is. Want als je een standpunt inneemt, dan kan ook je doelgroep verkleinen. Dus ja, er wordt veel strategisch nagedacht deze dag. Vind je het jammer? Ja. Want als wij onze samenleving willen verbeteren... gaan we toch niet wachten op de Tweede Kamer? Dat regelen we toch even onderling eventjes zelf, toch? Ja. Dat moeten wij toch even regelen? Ja, jij en ik. Die mentaliteit is get, denk ik. Ja, what up? Tweede Kamer, what's up? Hun staan ver voor mij. Ja. Ik kom hun niet tegen, ik kom jou wel tegen. Ja. Dus moeten we... onze verandering in de handen leggen van mensen die we niet eens zien... met wie we geen contact hebben?
Nee, laten wij het onderling regelen dan. Is toch makkelijker? Ja, en, je hebt dan, en met nu zo'n grote hip-hop scene zou je ook een voice hebben om een verschil te kunnen maken. Dus dat. We hebben zo'n groot bereik. Mensen lopen te jaffen over al hun Instagram-volgers. Gebruik die dan ook eens een keertje. Op een andere manier dan alleen maar... allemaal niggas rennen voor die stacks. Begrijp je? je hebt altijd in het Engels gerapt. Mm-hmm. Op één pokoe na. Dat is volgens mij een lange Frans dis. Ah. Ja. De Amsterdam staat laag in de baan treppende. Clippy verlangen op de baan zien wegzeppende. Ze show onderbreken met zijn eigen mic sleppende. Als ze rund bloedende, gescheurde knokken steppende. Welkom in het land van doen alsof je neus bloedt. Tot je het slachtoffer wordt en je neus bloedt. Kat in het bakkie, friet in de zakkie en de oefening. Maar waarom heb je eigenlijk altijd in het Engels gered? Mijn hart ligt daar, 1. 2. Ik kan me ook heel goed uiten in het Engels. Nederlandstalig vind ik leuk, maar niet echt om zelf te doen. Gewoon, dat is dat ding gewoon. Ja. En ik ben eenmaal zo begonnen als Engelstalige rapper. En ik had een doel, een visie, om in de States iets te bereiken. En ik heb eigenlijk die visie nooit losgelaten of zo. Ja, dat was voor jou dan niet die optie. Want Chuck D, uh-huh. Je hebt ook iets meegenomen. Ja, klopt. Hey dame, dank je vriendelijk. Eventjes in de kamer, even in beeld. Ja, zoom hem even in. Dit is zeg maar een samenvatting geschreven door Brother Shah van The Family. Ook bekend als Brother L. En hij had een gesprek gehad met Chuck D. Van Public Enemy. En die had hem overtuigd dat hij moest gaan rappen in zijn eigen moerstaal. En, dat kunnen we neerleggen. De titel is Check Yourself and Come Clean, because we ain't playing no more. Okay. Uitgegeven op 13 december 1994. Toen was ik 3. Okay. Dus toen vond de revolutie plaats. Echt hier, je weet van, we moeten massaal Nederlands gaan rappen. Okay, check. De samenvatting, de visie, de blueprint, is wel gewoon iets. Ik heb het toevallig gisteravond nog even gelezen. Ja, het klopt wat hij zegt. Wat hierin staat, is echt waarheid. En wat staat erin? Hoe belangrijk het is om te rappen in het Nederlands, omdat de onderwerpen die besproken moeten worden hier in dit land, op die manier beter verwoord kunnen worden en gehoord zullen worden daardoor. Mm-hmm. Er staat ook een stukje over hoe de media zal reageren op rappers die zich politiek zullen gaan uiten, dat die altijd weggemompeld zullen gaan worden. Dat staat er ook in. Mm-hmm. En hoe rappers die niet echt hip-hop zijn, de cultuur zullen beschadigen. En dat die meer gepromoot zullen worden dan de harde kern. Omdat die de concentratie doet afwenden van de oplossing. Ja, dat staat erin. Yeah. Weet je, dus het is wel echt gewoon van ja. Het klopt echt. En het is gewoon al, kijk hier, 26 jaar geleden geschreven. Yeah. What the deal. Yeah. Alleen ben ik met één ding niet mee eens. Je kan niet jouw beperking en visie opleggen op een ieder. Ja, want dit was echt dat ze wilden dat iedereen... Iedereen. Moest in een dus bijvoorbeeld de spookrijders vroeger, die heette vroeger Grey. Omdat het een donker jongen was en een Hollandse jongen. Samen waren ze grijs, snap je? Yeah. Daarom heette ze Grey. Waren niet zo succesvol Engelstalig. Totaal zelfs ook niet. Ze werden eigenlijk succesvoller toen ze in het Nederlands gingen rappen. Spookrijders zijn terug net als Schwarzenegger. Ik sta top als een dakdekker. Sklijder maar checker. Een beetje vreemd maar wel lekker als Ribella. Mijn rap zijn nog vet in het jaar. Dan de snacks van Barbarella. Op Febo, yo, clip, drop die beat show. Zoals de b-boys behoren op ze V-motoren roppen. Ieder podium zie mijn voetsporen. Een beter rapper is een embryo. Hij moet nog worden geboren. Gasten zoals ik, of als Rowdy, of als Deems, wij
konden niet in het Nederlands gaan rappen nu opeens of zo. Dat vond ik niet. Nee, omdat wij waren bezig om ons klaar te stomen, mentaal, lyrically, om op te kunnen boksen tegen Amerikanen. Ja. En daarom ook dat ik dan jaren later die track heb met Sean Price, Heat Rock. En dat mensen vanuit de States mezelf zeggen van, yo, ik heb nog nooit iemand zien staan met Sean Price op één track, behalve jij. Jij bent de enige die kon staan met hem op één track. Dan heb ik wel mijn doel bereikt. Ja. Maar die tune is super eng. Het is een T-Mong videoclip. Lauw. Ja. Hoe die joint tot stand is gekomen is gewoon... Het is bij Killing Skills, toch? Ja, klopt. Hebben we daar dat oude Parool. Parool is dat. Oude Paroolgebouw. Ja, of Volkskrant. Nee, Volkskrant. Ja, nou ja, daar aan de Wieboudstraat. Ja, klopt. Quick with the shooting, the mag is nothing but cut him. That nigga's bluffing, records the truth, dog. I'm 187, the nigga from Snoop Dogg. Hoe kwam je bij Sean P? Hoe is dat? Sean Price, de hele bootcamp click leerde ik al kennen in 2001. Toen hebben we een track opgenomen. Die track die komt aanstaande 17 maart uit. Geanimeerd. Doop. Dus na 19 jaar. Ja. Lauw, hè, eigenlijk, als je erover nadenkt. Ja. Hij lag gewoon. Ik was hem kwijt, ik was de files kwijt. Maar bij de hele zoektocht om alles weer online te gooien, ben ik hem tegengekomen. En dacht ik, wauw. Hij hebben hem opgepoetst en hebben een clip van laten maken. Dat is sick. Dus heb je het ook allemaal kunnen regelen met Sean Price? Omdat Sean Price is zelf niet meer met management om het te kunnen releasen? En zo. Nee, want het was een buy-off. Oh, oké. Okay. Dus het was gewoon een flat fee, boom, weet je. En ik dus had gewoon, de rechten liggen al bij jou? Liggen al bij mij, sowieso blind. En dat weet de hele dak daar, dat weet iedereen daar. Yeah. En dat was ook met Heat Rock zo. Het was gewoon een payoff en it's a rap. Mm. Zo werk ik altijd. Yeah. Dus die track die komt naar 17 maart uit. Weet je, Crooklyn, the gangster dam. Peep the words that the manifest. I heat you herbs when the blam is scared. Sean Price, the name. Stolen watch on ice in the frame. Who told the cops now my life is insane? Stop playing with me. I ain't playing with y'all. Unless you're paying the fee. I ain't staying too long. Got things to do. Got money to make. Got crack to sell. Too many blacks in jail. Maar de Heat Rock, zeg maar, de Heat Rock situatie, dat was loud met hoe dat Sean Price dan weer tegenkwam na al die jaren. En we besloten een track op te nemen. En we gingen naar Killing Skills toe. Echt waar. We waren er om 10 uur. En we waren gewoon 11 uur al klaar. Gewoon in een uur? In een uur tijd hebben we de beat geselecteerd. De teksten geschreven, on the spot. Ja, bars voor bars. Bars voor bars, want dat wou ik. Ja. Dus ik schrijf mijn tekst, je weet toch... En ik rap hem in en hij is bezig al met zijn volgende tekst. En hij rapt hem in en zo back to back, bam, 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 bam. 11 uur waren we klaar. En Timon die zat te filmen ondertussen, weet je. En na een uurtje, we halen die cd eruit en we gaan gewoon op de gang. En in de lift gaan we nog eventjes een paar shots gewoon even doen. Ik ken die amper die lyrics goed uit mijn hoofd. Weet je, want ik moest hem opeens performen. Dat is dan anders als je moet inrappen, je weet toch? En met 1,5 uur was hij, inclusief videoclip, was hij gewoon geschoten. Was gewoon done. Done deal. Ja. History. Ja, echt harde tune. Ik heb vandaag nog even opgehaald. Wow. De eerste keer dat ik je zag was op de box met Most Official. Ah. En ik denk dat ik de derde keer pas door had dat jullie Nederlands waren of zo. Jullie hadden een soort hele Amerikaanse feel. Ja. Mr. Props zat erin. Unique zat erin. Het was echt een soort OG rap shit gewoon. Hoe kwamen jullie bij elkaar om Most Official te doen? Nou, ten eerste, we zijn allemaal broeders in deze rap game. Oké? Okay? Ik kende iedereen al. In die tijdsgeest was ik aan Props voorgesteld door Glaze. En ik rolde met DJ 360. Wij nu met z'n drieën gingen tracks opnemen. Totdat ik spontaan op het idee kwam. Ik zeg, hey, er klopt iets niet, man. Waarom? In die tijdsgeest kwamen er gewoon geen Engelstalige rappers meer uit. Alles was Nederlandstalig.
En ik flipte daar zo van. Niet omdat dat ik wat had tegen die jongens persoonlijk, maar gewoon het feit dat alleen maar Nederlandstalige rap uitkwam. Je wilde ook dat dat vertegenwoordigd werd, zeg maar. Ja, er mag toch een balans zijn. Ja. Dus ik besefte toen dat we onze krachten moesten gaan verenigen om sterker uit de bus te komen. En toen ben ik naar Unique gestapt, terwijl ik een beef had met Tony toen in die tijd. Ik heb het met Tony bijgelegd. Hij had een beef met Sonny D. Die heeft hij ook bijgelegd. Ja. Je moest gewoon van alles weer. En toen ging ik Rowdy opsporen. En dat is een van de meest getalenteerde rappers ever. Rowdy, a.k.a. Code 45. Hij gaat te ver. En toen ging ik op vakantie naar Brazilië. En vanuit Brazilië heb ik MD opgespoord via via. En heb gezegd, luister, ik kom dan en dan en dan terug. Als ik terugkom, kom ik je checken. Neem ik je mee naar Rotterdam. En dat werd dus dan die formatie, The Most Official. Yo, you are now rocking to the sound of DJ 360, a.k.a. The International Champion. I'm here with my mans, Most Official, Sugarcane, SD, Rowdy, Unique, Props, and MD. Now with all my niggas to cock their guns back, put them shits high up in the sky, and pop off 7 times. Most Official, C-Boogie. First block, Amsterdam, or Casper's the worst blocks. Make sure the word stops before the word alert cops. Murder blocks overnight, disappear the third spots. While the streets do the signs on these murder workshops. Gek, want Mr. Props, ik denk dat als je mensen nu die videoclip zou laten zien, ik denk dat mensen vooral gaan schrikken van Mr. Props. Dat vroeger gewoon een keiharde rapper was. Die hele reffende guy was gewoon. En dan zingt hij liedjes. Ja. Hij heeft zijn succes gevonden op zijn manier. Ja, wave after wave. Dus dat. He hates city slash repping the pawns. Propagands on the 3-6 beat. So what you want? I see my whole squad's deep in the streets. Like Carbonari, MC's the warm beef. We're throwing them blanket parties, yeah. The boys out here, we blow it up loud and clear. Just when you thought the most official disappeared. But I stay humble, never let my contacts get rusty. It's butter be, trust me, I can see why the hood loves me. En Lexus zie je ook even in die clip. Ja, klopt. Wat vond je van de MHF AirPods? Je bedoelt die MHF, wat hij van mij heeft gejackt? Ja, toch? Ah, gewoon. Broertje is brutaal gaan doen, je weet toch? Hij is brutaal gaan doen. MHF. Hij zat zo te trekken op die term van mij, joh. Je weet toch dat. Hij moest hem gewoon jacken. Net als allemaal andere lines die hij van mij heeft gejackt. Lexus. Maar hij deed het in Nederland, dus viel niet op. Nee, want ik ging wel eens met hem dan zaten we in de auto samen. En dan zei ik van, zo, ik heb een pak ijs op mijn pols die niet smelt in de hete zon. Oké, nou! Hij pakte die line, hoor. En hij gooide hem gewoon in zijn rap, hoor. Ja. En zo zijn er meerdere lines die hij van mij heeft gejackt. Je bent gewoon stiekem ghostwriter, gewoon. Eigenlijk wel, dus hij moet gewoon inleveren. En 10% op die MHF AirPods. Sowieso, hij moet gewoon inleveren. Eigenlijk. Ja, wel, snel. Maar ja, weet je, omdat hij brutaal deed, weet je, dacht ik van, weet je wat, in plaats van dat ik je pas stompen geef als ik je tegenkom op straat, laat het gewoon in de ring nemen, of brengen. En laten we gewoon daar dan, weet je, live voor iedereen gewoon even een fight hebben. Maar hij durfde niet. Nee? Nee. Ja. Hij ging er niet op in, want hij vond ik moet eerst 100.000 volgers hebben. Nou, ik ben wel down voor dit. Misschien Lexus, misschien kunnen we wat organiseren. Ik zou heel graag een paar mawassies in zijn nek willen leggen. Heel graag. En dat weet hij ook. Hij weet dat ik het ook doe en kan ook nog eens. Je man moet uitkijken. Ik heb hem meerdere malen uitgedaagd. En meerdere malen heeft hij gedaan alsof hij me niet heeft gehoord. Ja, maar je hebt ook geen 100.000 volgers, hè? Nee, heb ik ook niet nodig om zijn kop in te trappen. Begrijp je? Maar hij vond van wel, maar ja. Ach, laat maar zitten, joh. Het is goed zo. Maar je hebt meerdere rapnamen gehad. Hurricane, Sugarcane. Ja. Maar ook een tijdje Red Light Boogie. Ja. Hoe kwam je bij die naam Red Light Boogie? Nou, toen ik dus naar New York ging en ik ging daar wonen, kwam ik terecht in de South Bronx, New York. En, ging je daar voor je muziek heen? Of ja, voor mij was, want de split-up had plaatsgevonden van Most Official. Ik was er echt ziek van. Ja. Omdat ik met heel veel liefde en passie en overtuiging iedereen bij elkaar had gebracht, weet je.
En ik had me heel erg ingespannen. Vriendschappelijk. Energiegewijs. Financieel ook, vooral. En dat mensen dan zo makkelijk weglopen uit zo'n situatie, dat kende ik nog niet, weet je. Dat was voor mij een vorm van verraad op een heel hoog niveau. Dus ik was er gewoon wel heel erg ziek van en ook heel erg teleurgesteld door geraakt. Huh. En daarna dus had ik zoiets. Toen had ik eigenlijk even geen zin meer zelfs om te rappen zelfs eigenlijk. Je was even done gewoon. Ik was er gewoon even klaar mee. Weet je. En vervolgens heb ik toch de draad weer opgepikt. En toen kwam Dirty Money Clean Hands, zeg maar. Stay firm, yo, stick to the holy scriptures and learn. Don't stare to block your bro for that special paper that burns slow. Under the sun, we all entitled to win. But if you get weak and you sing, your future peaking will end. Voordat dat proces zeg maar tot stand kwam, vloog ik dus naar New York en dacht ik van fuck it, ik ga gewoon daar wonen, voorlopig. Mm-hmm. Weet je, ik neem zoveel geld mee en I'm just ride it out, man. En ik ga gewoon daar schrijven, ik ga gewoon daar opnemen en ik ga gewoon daar banden met peoples. Was dat ook anders om daar muziek op te nemen? Oh ja, zeer zeker. Weet je, ik bedoel, die Big Pun Camp was daar. Slick Rick was two blocks down. Baby Sham van de Flipmode Squad, die woonde naast mij. Ja. Dus weet je, en Scram Jones was 10 minuten van mij verwijderd, weet je. En Scram Jones, grote producer, die heeft voor G-Unit geproduceerd. Mariah Carey, B.I.G. Notorious. Mm-hmm. Grote namen, weet je. Dus ja, je zit midden in die shit gewoon, begrijp je? Ja. Dus ik kwam van, yo, weet je, ja, wie ben jij dan? Ja, Kane, Sugar Kane. Oké. Ik hoorde het een beetje te vaak van, oké. Ik wist van, shit, something ain't right. Je weet toch, iets klopt niet. Toen zei die boy bij wie ik verbleef, of met wie ik samen dus in die appartement had. Hij zegt, yo, Kane, luister, weet je wat gewoon het probleem is? Als jij de naam Kane gebruikt, moeten wij allemaal denken aan Big Daddy Kane. Oh ja. En Sugar Kane is niet echt een soort van origineel of zo hier. Je weet toch, misschien waar jij vandaan komt wel. Maar hier niet, want we hebben al een Sugar Kane. En we hebben ook zelfs een Hurricane. Dus maakt niet uit met welke Kane je komt, weet je, het is toch niet goed. Je moet even echt met iets anders komen. Maar omdat ik in de Bronx verbleef, en de Bronx is de Boogie Down Bronx, zie je? Dus die boogie die bleef in mijn hoofd. En als klein jongetje was ik al aan het elektriken, je weet toch, op de Dam. Electric Boogie. Dus die boogie, South Bronx, ik ben van Amsterdam, Red Light District. Dat is het enige wat ze kennen als je over Amsterdam praat in de coffeeshops. Mm-hmm. Vandaar heb ik Red Light gepakt en die boogie van de Bronx. Dus zo kwam Red Light Boogie. Red Light Boogie. Juist. Yeah. En wat waren de grootste verschillen, denk je, tussen wat je wist van hiphop in Nederland en de scene daar? De competitie daar is op zo'n hoog niveau voelbaar dat je bent genoodzaakt om erin te springen, soort van alles of niks. Now or never. Je wordt echt gedreven om te push yourself to the limit. Mm-hmm. Ja. Hier is het een beetje relaxed. Kalmer. Je moet het echt zelf doen, denk ik ook. Ja, je moet. Je voelt je niet getriggerd, je voelt je niet bedreigd. Je bent king of the jungle. Maar daar heb je meerdere leeuwen lopen. Ja. Dus het is anders, snap wat ik bedoel? Ja. Het is wel iets meer survival of the fittest. Daar heb je niet één Mike Tyson, daar heb je er 150 of zo. Ja. Je moet tegen veel meer mensen opboksen. Dus je mentaliteit wordt scherper. Ja. Je weet toch? Dus je gaat jezelf ook vreder bekritiseren en vreder screenen. En je stoomt je klaar op een wereldtitel. Want je weet, als ik deze heb, heb ik de wereld in mijn broekzak. Ja, precies. Er is gewoon een hele harde drive en ambitie naar die number one spot. Juist, zeker. Je hebt ook, je had het al over ODB. ODB stond op een freestyle, toch? Ja, klopt. Hoe kwam die track tot stand? Dit was bij Villa 65 vroeger. Oh, oké. Dus die track is gewoon... Ik heb hem gewoon gepakt. Het was DJ Know-How, die spinde gewoon instrumentale beats. Huh. En heel Resurrector School was daar. En Static uit Leiden was ook daar. Was ook zo oude rapper. En hun waren allemaal rappen. En Old Dirty Bastard rappen.
En op een gegeven moment, ik kom binnenlopen, weet je. En ik zie hun allemaal spitten in die boot. Ik denk, what the fuck, waarom ben ik niet daar? En Dol Dirty Bastard loopt gewoon net weg van een soort van, oké, en ik ben er klaar mee nu. Ik denk, shit, dat kan echt niet, weet je. Ik weet niet wat die boys hebben gedaan, maar Damsko moet echt gerepresent worden. Dus ik ren naar die boef toe, weet je. Pap, kamertje binnen, boep, trappetje omhoog, boep. En boep, en ik duw iedereen gewoon weg. Ik begin opeens te rappen, de Kane, man, pap, ik begon te spitten. Yeah, we in the house, kid. ODB, rap for Raptors in the cane. Triple X, representing, check it. The cane wins every war without fighting. Dominating all my opponents while I'm riding. Mentally shadow boxing in front of the mirror. Prepare myself for whoever tried to come near the. Dus Old Dirty Bastard, hij hoort die shit. Hij denkt, what the fuck, wie is dit? Ik zie hem, dat hij dat zegt zelfs tegen Kees. En hij begint terug te rennen naar de boer toe. En dan stond hij naast me, jammer dat ze geen camera's hadden. Dan kon je zien hoe lauw het was. En Old Dirty is ook echt een character. Lauw, was een lauw. En toen ging hij me big opgeven, maar hij wist niet hoe hij me moest noemen. Dus hij zegt, South American motherfucker, Indonesian motherfucker. Hij wist niet hoe hij mij moest omschrijven. Hij kon me niet plaatsen, weet je. Dus lauw. En Redman heb je ook een pokoe mee. Ja, Don't Give A, met Icarus. Ja, hoe ken je Redman? Nou, ik ken hem niet. Maar in Amerika was natuurlijk al het woord al gegaan van... hey, er is een boy Kane in Amsterdam. Hij rijdt Escalade met spinning rims, just like we do back home. Dus je weet toch, als er iets is of whatsoever, je moet hem checken. Ja. Dus eigenlijk kreeg ik Eric Sermon van EPMD, die ook de producent is van Redman. En die vroeg naar mij. En eigenlijk, in principe, ben ik via hem in contact gekomen met Redman. Ja. En DJ Dice. De DJ van Daz FX. Maar dus die Buggy, die deed ook een stukje marketing voor je daarin? Yes, maar is je business card, man. Ja. Dus, je moet wel een beetje finesse. Yes, dus zo is die track tot stand gekomen. Het zijn allemaal dingen die ook uitkomen. Gewoon, officieel moet ik ze weer opnieuw releasen. Want ze zijn allemaal er toen destijds afgehaald. Ja, dus je hebt dat allemaal nog... Ja. Dat komt er allemaal nog aan weer. Ja, en ik zeg het je echt eerlijk, ik doe het gewoon meer voor de CV, hoor. Want eigenlijk, ik wil gewoon alleen maar met mijn nieuwe dingen nu komen. En ik wil, weet je, die tracks die ik met die nieuwe jongens allemaal heb en zo, dat wil ik gewoon heel graag uitbrengen. Ja. Ik sta echt te popelen om dat te doen, zeg maar. En maar je bent nu gewoon nog even wat oud materiaal? Nee, daar ben ik al klaar mee. Maar dit lag nog gewoon, of het moest nog gefine-tuned worden qua videoclip, want ik heb er een videoclip van laten maken. Alleen daarom, hoor. Want al mijn oud werk heb ik al eruit gegooid nu. Ben ik helemaal klaar mee. Ik helemaal dus, ook niks meer voor horen gooien, weet je toch? Helemaal done. Klaar mee. Dan deal. Gewoon nieuwe tijdperk, nieuwe shit. Nog één ding over New York, want je hebt een eigen label, Now or Never. Je gaat op de Dollepof naar New York. Ja. Was je niet bang om te verdrinken in het aanbod daar? Omdat er juist zoveel mensen... Nee. Want niemand daar komt uit Amsterdam. Ja, oké. Dus je hebt die shit gewoon als een UPS. Ja, weet je, voor mij was het gewoon een inkoppertje. Ik werd gewoon heel goed ontvangen daar. En zeg maar, hoe men kijkt naar New York vanuit hier... daar heeft men te weinig inzicht over eigenlijk. Maar, weet je, van die angstbeperkingen die je jezelf oplegt of zo. Van, als je naar New York gaat. Nee, als je daar gaat, mensen staan wagenwijd voor jou open, man. Ga, dan ga je zelf zien wat je kansen allemaal wel niet daar zijn. Het is wel, ik vind wel dat het echt een land of opportunity is. Yeah. Want je wordt beloond op grond van je realheid of je echtheid en hoe hard jij werkt. Hier heb ik wel eens een beetje het idee dat je heel hard kan werken en toch niet iets kan bereiken. Ja. Dat heb je daar niet. Niet. Daar is minder netwerk misschien ook. Nou, daar is de waardering voor hard werken gewoon op een hoger niveau. Ja, oké. Ja, dat zo hoor je altijd ook over de VS, toch? Dat is een... Die hebben soms in New York 3-4 baantjes. Wauw, bijna allemaal. Ja. Al die jongens die ik ken hadden 2-3-4 banen. Ik snapte er niks van. Nee, het is insane. En ze sliepen gewoon 3-4 uurtjes soms gewoon, weet je? In de 24 uur, I didn't get it. Ze zijn taxi, bank, t-
teller. Van alles. Alles. Call service, nu alles door elkaar. Pizza komen, delivery, komen nog van alles. Brengen, alles. Alles. Wauw. Dat is insane. Ze grinden heel hard. Ja, want je bent uiteindelijk toch weggegaan uit New York. Mm-hmm. Wat was de reden om weer, zeg maar, terug... Mijn vrouwtje toen destijds, die was zwanger geraakt. Die kwam op bezoek en die belde me op. En dus dan schat, ik ben zwanger. Ik dacht, oh nee, serieus? Dus voor, vanwege familiaire... Niet van, oh serieus, van dat ik het niet leuk vond. Ik vond het natuurlijk heel tof. Ja, maar ja, je moet wel je prioriteiten weet je, en ik had die album nu afgerond, weet je, Dirty Money, Clean Hands. En toen dacht ik echt van, oké, okay, pers, ik ga weer terug. Ja, en toen heb je... Was het gewoon klaar eigenlijk, ja. Gewoon ook een avontuur misschien wel, gewoon voor jezelf, gewoon een levenservaring. Maar het was een vette verrijking, man. Het was een vette verrijking, ja. Je zoon maakte ook muziek. Gruwelijk. Ja, onder de naam Lil Kane. Ja, man. Wanneer kwam je erachter dat hij ermee bezig was? Nou, al in een heel vroeg stadium, man, rapte hij al in het Nederlands. Al als een jongetje van 8-9 jaar was hij al bezig met rapteksten aan het schrijven. Ja. Dus ik heb wel altijd gezien dat hij... Echt zijn passie, zijn hart ligt daar echt. Ja. En hij heeft een hele aparte stijl. Ja. Als je alle Mogolen bij elkaar zou plaatsen in een mixer, een blender... en je blendt het, dan heb je Lil Kane. Ja, wij hebben een sessie met hem toen gedaan. En, hij is niet goed bij zo'n jongen. Ja, het is een bijzondere jongen. Maar ik vind zijn pokus wel hard. Ik weet niet wat hij... Maar hij kan zoveel, hè. Hij loopt... Hij gaat, wat ik jou aangaf, technisch gezien, die man is aan het slingeren met zijn stem, jongen. Ik snap er helemaal geen moe van. Ja, weet je wat hij aan het doen is? Dat is echt die nieuwe shit. Gewoon. Maar hij zit helemaal in zijn zone gewoon. En ik vind het tof wat hij doet. Ja. Ik vind het apart wat hij doet. En ik zal hem altijd steunen. Mijn kleine jongens hebben grote plannen. Sindsdien is er best een hoop veranderd. Zijn domme jongens, ze zijn nog verstandig. We gaan samen werken en ik wil nog gaan tellen. Young boys zijn overbij. Young boys zijn veel weg. Young boys zijn... Ben met mijn neefje, hij wil Thomas Ceres. Kan hem nog niet geven, hij leeft in een staal. Je moet beter weten, plan niet meer niet even. Wil er alles geven, maar je wordt genaaid. Kilometers ren ik voor die paper. Jij hebt 9 levens, je mag hier niet spreken. Ik kom met een leger, jij bent bij de hand. Maar je neemt de benen, ik weet het niet zeker. Hebben jullie wel eens gewoon... Praten jullie wel eens over muziek? Nooit. Nee? Never. Die jongen zit in zijn hele eigen wereld. Hey. Hij doet gewoon echt zijn eigen ding. En hij heeft ook echt altijd zijn eigen ding altijd zelf gedaan. Gewoon ook. En dat is gewoon... ik denk dat hij dat van mij ook heeft gezien. Dat je gewoon je eigen ding moet doen, zeg maar. Ja. Los van iedereen. Gewoon, doe gewoon je eigen ding. Ja. En dat zie ik ook weer bij hem terug. En ik weet dat hij nu weer bezig is om nieuwe dingen op te nemen. Maar het is heel apart. Weet je, advies of zo, hij heeft niks nodig. Hij gewoon zijn gangetje. Ja, gewoon met zijn matties in Ali. Ja, ja, OVB. Lekker. Je weet toch? Love, shout-out naar OVB, man. Je weet toch, Papa Kane in the building. Recognize, yo. Ja, ik wil je bedanken voor het interview. Thanks, man. Thanks a million. En als je nog wat aan de kijkers wil vertellen... Dit is dat moment. Er komt nieuwe muziek aan. Ja, er komt nieuwe muziek aan. Ze zijn keihard bezig om hele dope tunes op te nemen. Ik heb hele dope tunes al opgenomen. Ik wil eigenlijk gewoon nog niet verklappen met wie ik eigenlijk al heb gewerkt. Weet toch, anders haalt het die spanning weg. Maar... Doe niet eentje gewoon. Nee. Ik wil gewoon, je moet gewoon verwachten. Hou Kane in de gaten gewoon. Hou me gewoon in de gaten. Hou de release datum van mijn documentaire in de gaten. Ik heb optredens gedaan, concertgebouw recentelijk en voorprogramma van Mobb Deep. Er komen nog meerdere voorprogramma's aan, ik ga nog meer optreden. Weet je, ik ben serieus bezig in de gym, I'm on my grind, je weet toch. En ik wil niet zeggen van, ja, papa is terug. Nee, ik laat gewoon wat van me horen in een andere wereld. Ja, en we moeten zorgen dat je 100.000 volgers op Instagram krijgt. Ah, dan kan ik Lexus een paar tikken geven. Ja, yo, let's go! Yes! Thanks, man. First. Yes.